er is niks beters op een druilerige kerstdag dan lekker op de bank te hangen met een kop koffie, een goed boek, een dekentje over je heen. En dan maar rustig wachten totdat de kerstboom binnenkomt. Oh, er zal die zijn. Later. Wel, dat is de laatste keer dat ik een kerstboom van AliExpress bestel. Nou, Sinterklaasavond is dus weer voorbij. En ik heb voor Sinterklaasavond een mooie set Posca markers gekregen. Posca markers zijn, voor zover ik weet, acrylgebaseerde markers. Dus er zit eigenlijk verf in. Ik heb daar nog nooit mee gewerkt, dus ik ben heel benieuwd hoe ze werken. En ik ga dat nu in deze video dus voor het eerst proberen. Ik hoop dat dat voor jullie ook interessant is om te zien. En misschien kan ik er nog wel wat hele leuke dingen mee gaan maken. Maar we moeten eens eventjes kijken hoe ze het doen. Dus we gaan aan de slag. Oké, dus hier zijn de Posca markers die ik heb gekregen van de Sint. Zoals je ziet heb ik Posca markers gekregen met een heleboel verschillende kleurtjes. Ik heb er 16 in totaal. Ik ben natuurlijk wel zo dat als ik eenmaal ergens aan begin, dan wil ik ook meteen een hele hoop kleuren hebben. Ze zijn met een tipje even spieken van 3 mm. En ik heb gelezen dat dat het beste is. Er staat op dat je ze eigenlijk overal op kan gebruiken. Op hout, op textiel, op karton, metaal, keramiek. Je kan er ook blijkbaar gewoon mee op papier tekenen. Dat wordt misschien niet aangeraden. Maar we gaan gewoon eens eventjes kijken wat we daarmee kunnen gaan doen. Laten we ze maar eerst eens eventjes uit de verpakking gaan halen. Daar komen ze. Oh. Kijk eens wat een hoop. Hup. Nou ja, ik doe ze later wel terug in de doos, maar dat komt nog wel weer later. En laten we maar eens gewoon eventjes één Posca marker gaan starten. Welke zullen we doen? Nou, die blauwe blijft er zo mooi liggen. Laten we die blauwe nemen. De rest leggen we gewoon even netjes aan de kant. Zo. Maar Posca markers moet je namelijk starten. Heel veel pennen die doen het gewoon als je ze koopt. Gelukkig wel. Maar de Posca is gebaseerd op verf, dus je moet de verf eventjes starten. Ik ga hem eerst eens eventjes uit het plastic halen. Ik zal het even doorspoelen voor jullie. Kijk eens. En dan hebben we de Posca marker. Zoals je ziet is de punt nu nog wit. En die punt die moeten we gaan starten. Om te zorgen dat de verf erin gaat lopen. En als je je Posca omdraait, dan zie je dat je moet gaan schudden. En dat je moet gaan heen en weer prikken. Om hem te gaan laten starten. Nou, we gaan het maar eens proberen. We gaan eerst maar eens even met je schudden. Kijken of we de ring eruit kunnen krijgen. Of er al iets gebeurt. Ik zie nog niks, maar we moeten natuurlijk wel de tijd ervoor nemen. Oh, kijk, 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 kijk! Oh, dat was snel. Dus eventjes een paar mooie blauwe lijnen. Oh. Ik heb expres van dat mooie zwarte papier genomen, omdat het een mooi contrast heeft. Dat doet inderdaad. Ik denk dat je ze zelfs nog... Oh, joh, ze druppelen wel. Jeetje. Dus even kijken. Ja. Een heel fijn puntje trouwens dit. Had misschien toch iets beter moeten nemen, maar geen. Oké. Je kan er ook mooi zo mee goed tekenen. Kijk eens wat mooie felle kleuren eruit komen. Wauw. Oké. Dus dat is een Posca marker. Ik ga jullie even vertellen wat ik nu ga doen. Ik ga nu, net zoals deze blauwe, ga ik al mijn markers die ik heb, ga ik opstarten. Dus ik ga ze allemaal activeren. En daarna ga ik een kleurenpaletje maken, zodat ik weet hoe alle kleuren er op het papier uitzien. A few moments later. Oké, nou daar zijn we weer. En ik heb inmiddels een kleurenpaletje af van de Posca markers. Zoals je ziet, alle kleurtjes staan er netjes op. Dat is een mooie referentie voor als ik er straks mee ga tekenen. En nou, was mijn ervaring tot nu toe. Ik vind ze ontzettend mooi helder, zoals je ziet. Ze komen er echt heel goed en mooi uit. Ik vind zelfs de zilver en goud, dat zijn kleuren waar ik normaal niet zo van hou, die vind ik er erg leuk uitkomen. Wat ik wel wat jammer vind, is dat kleuren als oranje en geel, Die hebben wat moeite om het zwarte te dekken. Dus als je hem wat dichterbij houdt, dan zie je dat ook goed. Dan zie je dat er wat zwart door het geel heen schijnt. Bij het oranje is dat net zo goed aan de gang. Die hebben daar wat meer moeite mee. Misschien zou het dan wel helpen als ik een wat dikkere Posca marker zou hebben. Maar ja, die heb ik dan in dit geval dus niet. Dus dan moet ik maar werken met wat ik heb.
Wel is het zo dat alle andere kleuren er heel goed uitkomen. Als het een wat donkerdere kleur is, is het sowieso geen probleem. Neem bijvoorbeeld de groen en de blauw. Die zijn ontzettend mooi en dekkend. En dat werkt goed. En zelfs de zwarte, gek genoeg. Een zwarte kleur op een zwarte ondergrond, die zie je nog erg goed op dit, op dit referentiepapiertje. Dus nu gaan we aan de slag met de Posca-markers. Daar wilde ik iets mee gaan maken. En ik had voor mezelf bedacht, misschien is het wel leuk, omdat het toch wel bijna kerst en zo is, dat ik misschien iets van een kerstkaartje ga maken. Ik heb daar ook al wat ideeën voor, dus ik zou zeggen, laten we dat vooral gaan doen. Ik ga de camera weer even installeren, zodat hij daar weer goed voor staat. En dan gaan we lekker een kerstkaartje ontwerpen. Oké, daar zijn we weer. En ik ga nu dus lekker een mooie kerstkaart tekenen. Daar had ik al een beetje een idee voor. Ik zat te denken om misschien iets van een soort kerstboom te maken. Maar met een twist. En zoals je ziet ga ik aan de gang met een wit potlood eerst. Om een beetje een grove schets te maken. Zodat ik daarna met de Posca-marker daar gewoon overheen kan gaan. En dat ik een beetje weet waar ik alles wil hebben. Nou, wat voor twist had ik nou bedacht aan mijn kerstkaart? Normaal gesproken heb je natuurlijk een kerstboom, maar het leek mij leuk om die kerstboom niet gewoon een kerstboom te laten zijn, maar iets van een soort octopus. En nou ja, ik zal je laten zien wat ik daarvoor in gedachten heb. Zie je een mooi tentakeltje een beetje misschien, en dat de octopus zo zijn armen omhoog heeft. En ook wel dat het een beetje een gekke octopus is, dat in plaats van dat hij zijn tentakels echt zeg maar een beetje slierterig doet, dat hij ze een beetje houterig doet. Dat je nog een beetje het idee krijgt van, oh, dat zou wel eens een kerstboom kunnen zijn. Maar het is een octopus. Dus de octopus heeft hier het tentakeltje. En natuurlijk op andere plekken ook. Dat je echt een, ja, dat je ziet dat het een kerstboom is. Maar niet een kerstboom zoals die zou horen te zijn. Oké, dus hier is mijn schets. Zoals je ziet heb ik een soort octopus getekend. En hij is een beetje hoekig. Hij maakt met zijn tentakels takken die eigenlijk net niet natuurlijk zijn. Maar ik ben er ook van plan om hem heel apart te maken en hem leuk in te kleuren met de Posca-markers. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Ik heb hier en daar wel wat artiesten gezien die hele gave dingen doen met Posca-markers, zoals Casey Golden. Misschien kennen jullie die jaar wel. Als ik eraan denk, zet ik even een linkje hierboven in de video. En dan kunnen jullie die ook eens eventjes kijken, want die maken hele mooie dingen. En ik ga maar eens even beginnen, denk ik zomaar. Maar eens een beetje de uitlijning ervan maken. Een beetje ideeën wat ik ga doen. Oké. Ja. Hele mooie kerst maken. En als je deze Posca-markers nou mooi vindt en je vraagt je af waar ik die gekocht heb. Die van mij die komen in dit geval van Amazon Nederland af. Dan heb ik een setje gekocht. Ik geloof dat ik er €26 aan kwijt was of zo. Om deze te kopen. Dat was best wel een goede deal eerlijk gezegd. Want ze zijn een beetje prijzig. Maar gelukkig lang niet zo prijzig als bijvoorbeeld Copic markers. Dat is weer een heel ander verhaal. Daar kunnen we ook wel een keertje een video over doen. En er wordt aangeraden om met deze millimeter dikte te beginnen. Heb ik begrepen. Maar dat heb ik me ook maar laten vertellen hoor. 3 millimeter heb ik dus. Maar je hebt ze ook van 5 en ik geloof van 8 en dan nog een paar andere millimeter diktes. Je hebt ook een pencil brush ermee, dat is helemaal weer een ander verhaal. Dus er zijn heel veel mogelijkheden met die Posca-markers, voor zover ik het begrijp. Maar nogmaals, het is voor mij ook vandaag de eerste keer dat ik met deze Posca-markers werk. En ik ben heel dus benieuwd hoe dat wel of niet gaat lukken. Oké, nou we hebben al het roze ingekleurd zoals je ziet. Dat ziet er best goed uit. Ik zal hem even ietsje dichterbij brengen, kan dat? Ja. Dus de takken van de octopusboom zijn gedaan. En ik ga nu gewoon eens eventjes verder met de kerstballen inkleuren en de rest van het plaatje. Misschien is het wel leuk om voor die kerstballen een beetje de metallic kleur te gebruiken, want die hebben we nu. We hebben namelijk goud en zilver. Dus we zullen eens even kijken. Nou, laten we dan de sterren. Nou, we kunnen het ook gewoon een beetje opwarmen. Hier hebben we een ster. Hop. Zo. Hop. Ik vind wel dat die metallic kleuren er heel mooi uitkomen bij Posca-markers. Dat had ik eigenlijk niet verwacht dat ik dat zo mooi zou vinden. Ik hou helemaal niet van glinsterende kleuren. Deze komen er wel erg mooi uit, moet ik zeggen.
pakken we ook meteen de zilver. En ook die zilver heeft zo'n mooie glimmende kleur. Kijk, het wordt al wat. Nou, ik denk dat ik gewoon nog een beetje verder ga tekenen. Dus kijk vooral mee naar hoe die wordt. Ik zal ook de pot zo een beetje inkleuren. En de rest wat ik voor gedacht heb. En dan heb ik nog een extra ideetje daarna. Maar dat ga ik jullie vertellen zodra ik daar ben. En ik ga eventjes de rommel uit mijn frame opruimen. Want ik zie dat er heel veel in ligt. Zo, dat ruimt een beetje op. Oké, we gaan weer verder. Nou, en dan denk ik dat ik mijn eerste werkje met mijn Posca markers wel af heb op deze manier. Ik vind hem erg leuk geworden, moet ik zeggen. Ik vind het echt bizar hoe die kleuren er best wel uitspringen. Ja, ik hoef niet eens dichterbij naar de camera te leggen. Je ziet het prima zo. Dat werkt gewoon hartstikke goed. Het is ook fijn dat je dus inderdaad ervoor kan kiezen om eerst een basiskleur neer te leggen. Dat heb ik vooral met die tentakels met het roze gedaan. En daarna gewoon met een andere kleur overheen te gaan. En dan zie je dus ook echt niet meer dat je een andere kleur hebt gebruikt. Dat is wel iets wat je niet gewoon ziet bij als je bijvoorbeeld Posca markers, weer Posca. Als je bijvoorbeeld Copic markers gebruikt. Dus dat vind ik wel heel fijn. Daar kun je zeker nog wel meer hele interessante dingen mee doen, denk ik zo. Dus dit is bij deze mijn eerste Posca stukje kunstwerk. En nou ja, daar ben ik best tevreden mee. Oké, dus we hebben een tekening afgemaakt met Posca markers. En die is hartstikke leuk gelukt zoals je ziet. Maar zoals ik al zei aan het begin van deze video, Posca markers zijn eigenlijk bedoeld om te tekenen op andere materialen. Zoals textiel of hout of zelfs steen. En ik dacht, weet je, we blijven een beetje in de kerststemming. En we gaan gewoon eens aan de slag met iets kerstigs maken. We gaan iets maken waar je misschien praktisch ook nog wel wat aan hebt. We gaan zelf kerstballen maken. Ja, ja, ja. Oké, en daarvoor heb ik iets gehaald bij de Zedels. Bij de Zedels kun je namelijk deze houten onderzetjes kopen. Die zijn 2,95 voor 4 stuks. Kost niet veel. En daar heb ik, heb al voorbereid, zie je, een gaatje ingezaagd. En als we daar straks nou een mooi touwtje doorheen doen, is dat een prima kerstbol. En hoeven we alleen maar met de Posca markers zo leuk te gaan versieren. Dus dat leek me hartstikke leuk. Daar wilde ik zo eventjes mee aan de slag gaan. Alleen zit ik nog wel een beetje na te denken over wat ik nou eigenlijk als eerste onderwerp zou gebruiken. Ik kan natuurlijk bijvoorbeeld een sneeuwblok doen. Of misschien maar wel iets van een mooie kerstster. Misschien... Yoshi! Ah, hoe kan ik nou nee zeggen tegen Yoshi? Ah, weet je wat, Yoshi? We gaan jou gewoon op de eerste kerstbal tekenen. Wat vind je daarvan? Wauw! Mooi zo. Nou, we gaan aan de slag. Oké, we gaan aan de slag. Dus we hebben Yoshi, ons prachtige model voor deze geweldige kerstbol die we gaan maken. En we gaan aan de slag met de Posca markers weer. Ik ga weer net zoals daarnet eerst eventjes een beetje een kleine schets erop maken, dat ik een idee heb wat ik doe. Ik gebruik daarvoor gewoon een zacht potlood in dit geval. En Yoshi is niet eens zo heel moeilijk om te tekenen, maar ik wil wel gewoon iets hebben dat ik denk, oké, dat is hoe ik hem doe. Ik moet ineens denken aan die film van Maarten Toonder. Over zwelgje. Ja, volgens mij heeft hij niet door jaar een toner. Maar de toner is het alleen maar de man die HDB Bommel heeft bedacht. Maar wij noemen hem al het zwelgje. En die werd altijd met oud en nieuw vertoond. Dat wordt niet meer gedaan, geloof ik. Maar dat ging ook over een draakje. En eigenlijk is Yoshi ook gewoon een soort draak natuurlijk. Kennen jullie die film? Daar gaan we. Ik ga eerst wel even de outline maken van Yoshi. Merk wel dat het hout... de verf meer opslokt dan het papier. Dus het is moeilijker om het mooi dekkend te maken, dit hoor. Dat moet ik erbij zeggen. Ik denk dat dat misschien makkelijker zou gaan als je echt acryl zou gebruiken. Is acryl, ja, echt acrylverf. Ja, ik zeg het goed. Ik weet niet of ik helemaal blij word van deze. Maar ook dat hoort bij tekenen, hè. Ik bedoel, niet alles wat je doet, dat gaat meteen precies zoals dat je voor ogen hebt. Wel merk ik
dat het verstandig is. Oh, kijk, dat scheelt wel een hoop. Als je mee... Wauw! Betekent... Josje, wil je er nou bij zijn of niet? Nou, gedraag je dan. Anders ga je naar de zijkant. Oké, ga maar naar de zijkant. Zo. Oké, je mag kijken. Maar als je met de nerf van het hout meegaat, dan lijkt het wel iets beter te gaan. Oké. Nou, dat is het goede. Ik ga een stukje doorspoelen. En dan zal je straks eventjes de tussenstand zien van hoe die eruit ingekleurd uitziet. Nou, kijk eens naar onze gezellige Yoshi kerstbal. Is hij niet fantastisch? Ja, hij is best leuk gelukt toch, eigenlijk. Voor iets wat je zomaar met Postkast maakt voor de eerste keer, vind ik dit toch best wel grappig. En dit ga ik zeker in de kerstboom hangen bij mij dit jaar. Ik weet niet of mijn vrouw het daarmee eens gaat zijn, maar ik ga het wel doen. Ik ga zomaar nog eens wat meer van die kerstballetjes maken. Ik zal er ook een paar filmpjes van maken en die zal ik dan nog ook hierbij plakken. Als ik er nog wat over te vertellen heb, dan hoor je me nog. En anders, geniet verder van de video. Heb ik al een paar tekeningen gemaakt die eigenlijk wat meer bekende fantasy zijn op dit moment. En natuurlijk de octopus die ik eerder heb gemaakt. Die is een beetje abstract. Dus ik dacht, weet je, laten we eens kijken hoe Posca het doet met mijn eigen stijl. Dus nu ga ik Stef tekenen met een kerstmuts op. Zo, en dat is de derde. En voor vandaag in ieder geval de laatste. Misschien maak ik er morgen nog een paar, maar dat knip ik dan gewoon. Dus dat zien jullie meteen. Dat is Stef in mijn eigen stijl. En nou, dat is ook nog best wel aardig gelukt. Dus ook dat is wel best mogelijk met deze dingen. Van de drie die ik hier nu heb liggen, vind ik wel deze echt de leukste. Die komt er mooi uit met al die Mario power-ups. Maar dat had ik ook een beetje zo in mijn hoofd. En morgen zal ik nog een paar kerstballen maken. En dan gaan we gewoon de kerstboom maar denk ik gezellig optuigen. En... ik ben er blij mee. Tot morgen. Tomorrow. Hey, we zijn weer terug. Het is nu morgen. Ik heb gisteren nog wel een paar kerstballen gemaakt. Tenminste, niet alleen gisteren, maar ook vandaag heb ik nog een paar kerstballen gemaakt. Ik heb het niet allemaal meer opgenomen, want na drie kerstballen hebben jullie ook wel gezien hoe dat gaat. Dus ik laat jullie nu gewoon de kerstballen zien die ik nog gemaakt heb. En daarna gaan wij gewoon gezellig samen de kerstboom optuigen. Want je kreeg die kerstboom vanuit het begin dat dat de echte kerstboom was. Natuurlijk hebben we hier een mooie nieuwe kerstboom staan in de kamer. En die gaan wij straks samen optuigen. Nou, daar gaan we. Ik zal ze even laten zien, de kerstballen. Yoshi kennen jullie nog wel. Dit is trouwens het favoriet geworden van mijn zoontje. Die vond hem wel leuk van Stef. Ik ga ietsje dichterbij zitten, zie ik. Want anders zien jullie ze niet goed. Ik zie alleen misschien de bovenkant van mijn hoofd niet meer. Maar ja, dat zit gewoon aan. Mario Ster, dat blijft een van mijn favorieten. En Stef? Als kerstman. Nou, toen ik Stef had getekend, dacht ik, dan moet ik natuurlijk ook de rest van het gezin tekenen. Dus eerst heb ik mijn vriendin Linda getekend, met een sneeuwvlok op de achtergrond. Toen mezelf als elf, mijn elf zelf,
Vind ik erg leuk gelukt trouwens. En ook nog de kat, Gijs. Bij Gijs heb ik trouwens... Hou wel een beetje tussen. Stommetjes. Oké. Bij Gijs heb ik trouwens dus niet alles geverfd. Ik heb een beetje van het hout bewaard. En dan, dat is ook een leuk effect. Dus dat kun je ook wel eens opzien doen. Hè? Je hoeft niet alles in te verven. Dan ook nog twee dingen die wat meer gewoon op de kerst zelf slaan. Ik heb nog een leuk sneeuwvlokje gemaakt met die metallic kleuren. Dus met zilver en met goud. En een hele gezellige sneeuwpop. Nou, en dan zal ik jullie ze nu nog allemaal een keertje samen laten zien in de shot. Nu is het dus tijd om de kerstboom op te gaan tuigen. Let's go! We'll be right back.